Vandaag een filmpje speciaal voor fotografen van webshops. Want hoe laat je nou één onderdeel in een combinatie uitspringen? Op deze combinatie van camera en objectief is nog een tussenring gemonteerd. En hoe kun je de foto nou bewerken waarbij die tussenring er nog net wat meer uitspringt? Door de rest wat zachter te maken eigenlijk. En dat is heel simpel. We maken gewoon een nieuwe laag aan. En ik kies voor een aanpassingslaag en een solide kleur. En in dit geval wit. En als ik de dekking nu verlaag dan zie je dat de camera langzaamaan terugkomt. Je zou ook nog een andere kleur kunnen kiezen zoals zwart of grijs. Net nagelang wat je wil. Ik hou hem nu even op wit. En je kunt hem later altijd natuurlijk nog veranderen omdat het een aanpassingslaag is. Wat er nu moet gaan gebeuren is eigenlijk dat de tussenring gewoon netjes zwart blijft. Deze moeten we dus uit gaan maskeren. En daarvoor zet ik eerst even de aanpassingslaag uit, zodat we het allemaal wat beter kunnen bekijken. De tussenring selecteren is op zich niet al te ingewikkeld. En omdat het vaak voor een webshop is, komt het ook niet al te nauwkeurig. En kun je dus vrij grof en snel te werk gaan. Ik pak in dit geval de magnetische lasso en ik ga gewoon even ergens beginnen. En ik kijk naar het contrast van de lijn. En Photoshop rekent daar ongeveer wel uit wat het beste is. En hier aan het einde klik ik even en ga ik gewoon netjes de andere kant op. Omdat we uiteindelijk een masker maken ben ik niet zo bang dat als hij er een keer naast zit, dat komt wel goed. Maar zo gaan we even compleet langs de contouren van de tussenring. En eens in de zoveel tijd denkt Photoshop van hé, hey, daar ligt een puntje van contrast. Dan maakt hij daar een markeringspuntje aan en loopt mijn lijntje daar keurig langs. En bij het einde dubbelklik ik en maak ik de selectie compleet. Ga ik terug naar mijn aanpassingslaag en klik ik op het masker en druk ik op Ctrl I om mijn selectie om te keren. En op Ctrl D om de selectie op te heffen. Nou, je ziet dat de tussenring al een aardig stuk beter zichtbaar is. Maar je ziet onderin en bovenin bijvoorbeeld dat de selectie verre van perfect is. Dus ik zoom daar even op in. En ik ga gewoon met een kwast. Van een penseel. Een niet al te grote. Maar ook geen volledig zachte kwast. Gewoon even netjes die stukken erbij invullen. En ga ik er overheen, Dan kan ik dat gewoon met wit. Makkelijk weer corrigeren. Om snel te wisselen tussen voor- en achtergrondkleur kun je de X gebruiken en zo kun je de resterende stukken invullen. Eventueel kun je het masker nog even uitzetten om te zien wat er nu precies de bedoeling is en zo kun je vrij snel een selectie maken. Nou, je zag hier achteral dat het randje over het zilver niet helemaal perfect is. Daar kunnen we nog een klein beetje iets aan doen. Dat ga ik bijvoorbeeld met de doezelaar een klein beetje verzachten. Want als je het masker selecteert, dan zie je dat ik daar een venster eigenschappen bij heb gekregen. Ik zal het er even tussen uithalen. Dat zijn de eigenschappen van mijn filter. Selecteer ik mijn kleur, dan heb ik hier normaal de eigenschappen van het kleurfilter. In dit geval is dat niet zoveel, want een kleur is een kleur. Als ik er bijvoorbeeld kleurtoonverzadiging bovenop zet, dan heb ik hier de opties voor kleurtoonverzadiging. Maar zou ik op het masker klikken. Dan krijg ik opeens andere opties. Ik gooi kleurtoonverzadiging even weg. Mocht je dit scherm nou niet zien, dat vind je hierboven bij venster en dan eigenschappen. En daar zitten twee dingen op. Daar zit de dichtheid op. Als ik bijvoorbeeld even uh, terug uitzoom naar ware grootte, Ctrl 0. Met de dichtheid bepaal ik van een masker eigenlijk hoe zwart het zwart is. Dus hoe erg de dingen uitstaan. En in dit geval is dat niet zo fijn, want we willen het gewoon compleet zichtbaar hebben. En met de doezelaar bepaal ik eigenlijk de rand van die selectie. Dus als ik die een klein beetje hoger zet, dan zie je dat mijn harde randje, wat eigenlijk net niet klopt, dat dat eigenlijk gewoon een heel eind gemaskeerd wordt. En voor een productfoto op internet, die toch vrij klein is, is dat later helemaal niet zichtbaar. ga ik je dat nog even los laten zien in het masker zelf. Want hou ik de Alt ingedrukt en klik ik op het masker, dan zie ik alleen het masker. En als ik nou bijvoorbeeld aan de doezelaar trek, dan zie je wat er met de rand gebeurt. Er komt een soort Gaussian blur overheen. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk gewoon netjes een redelijke selectie eromheen heb. En nu springt mijn tussenring er al helemaal uit. Je kunt eventueel nog met de dekking van de laag spelen. Om het accent nog wat erger te maken, of juist wat minder. En natuurlijk ook, zoals ik je daar straks vertelde, dubbelklik je op het icoontje. Dan krijg je het. Kleur kies, masker weer. En je zou ook gewoon voor een tint kunnen gaan hoor. Ik bedoel, daar moet je zelf maar je creativiteit in loslaten. Maar zo laat je in ieder geval netjes één onderdeel uit een serie componenten uitspringen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.